We beginnen met jou ook met de vraag, wie ben je? Waar werk je? Wat doe je daar? En take it away zou ik zeggen. Ik ben Lianne van Dalen, ik werk bij Emmet Engineering. Ik ben HT-engineer, dus ik ben eigenlijk de schakel tussen onze doelgroep en de techneut. Wij ontwikkelen elektronica. Wanneer iemand behoefte heeft aan elektronica en het is niet een standaard product op de markt, dan maken wij dat op maat. Dus echt vanaf het idee van het ontwerpen, dus uittekenen, componenten inkopen, echt het printplaat. Dus dat is eigenlijk het groene stukje wat in je telefoon zit voor de leken onder ons. Dat maken wij van nul tot aan productie, totdat het een echt product is. Ja, oké. Okay. En we hebben al gezien, ik tik hem even door naar de volgende. Jullie zitten ook in New York, hè? Wat doen jullie daar dan? In New York is het vanavond nu een stukje sales, maar verder hetzelfde. Okay. We proberen het gebied uit te breiden, maar uiteindelijk blijven we echte Groningers. En is Groningen gewoon ons hoofdkantoor. Kijk, dat wou ik graag horen. Ja. Hey, en we gaan het hebben over Internet of Things, hè, als we daar naar kijken. Internet of Things. Jij hebt deze afbeelding. Leg even voor de mensen uit, wat is het? Hoe werkt het? Wat kun je ermee? Hoe steekt het in elkaar? En wat doet Embed daar dan in? Ja. Nou, Internet of Things, eigenlijk Internet der Dingen. Dat is dat allerlei producten, die zelfs op dit moment nog niet zijn voorzien van elektronica, die met elkaar kunnen gaan praten, zoals via het internet. Zoals nu halen wij onze informatie van het internet, maar uiteindelijk kunnen apparaten zelf of dingen met elkaar praten, gegevens uitwisselen en via het internet weer met elkaar delen, waardoor wij nog veel meer kunnen weten als wat wij op het eerste gezicht zelf kunnen zien of meten. En dat praten dan, want de dingen praten met elkaar. Ja, als ik een hele simpele benaming ervoor. Als ik dat tegen mijn kinderen zeg, dan zeggen ze, nou wat zeggen ze dan? Ja. Hoe kun je dat eens uitleggen? Nou, eentjes en nulletjes in principe, maar ze praten met elkaar zoals, je elektrische tandenborstel. Als je die kan zelf meten of die nog vol is, hoe lang die nog meegaat. En via het internet kan die jou vertellen van, ik ben bijna leeg en je moet me opladen. Denk okay. daar bijvoorbeeld aan. Ja. En het bekende voorbeeld van op het moment dat je, dat schets ik vaker, op het moment dat je je wekker uittikt om nog even te snoezen, dat je koffiezetapparaat ook automatisch 10 minuten later. Dus, en wat levert ons dat dan op, de Internet of Things? Waarom zouden we dat überhaupt doen? Ten eerste, omdat het is gewoon leuk, het is anders. Mensen zijn nieuwsgierig naar dingen die nog niet kunnen. Maar uiteindelijk kan het je leven veel efficiënter maken. Zeg maar dingen waarvan jij denkt, ik moet nu uit mijn bed, ik moet eerst de koffiezetapparaat aanzetten, dan ga ik even douchen en dan kom ik weer terug en is mijn koffie klaar. Dat kost je gewoon tijd. En we hebben het allemaal druk. Als je vraagt hoe gaat het met je, druk. Nou, dat soort dingen maken het leven een stuk makkelijker als de koffiezetapparaat automatisch al aangaat en weet dat jij een klontje suiker erin wilt en het staat gewoon voor je klaar. Ja. Oké, okay. Hey, en dat zijn de kleine dingen. Oh, wacht hier, ik sla een sheet over. Dit is wat jullie doen, hè? Dus jullie doen de elektronica. Maar vertel even over dit, vertel even wat dit is, wat we zien en wat het Groningse embed daarin betekent. Hey, en daarachter wordt best veel gekletst, dat vind ik op zich geen probleem. Maar als het doorgaat, moet je even naar achteren. Het is geen probleem. Dus ik vind het eigenlijk wel een probleem, ja. Goed. Ja. Ja, de slide hier is een beetje in elkaar gedrukt, dus, maar waarschijnlijk herkennen jullie hem wel, dus de Costa Concordia. Emmet kwam er pas bij trouwens toen hij al was gezonken, dus daarvoor hadden we er niks mee te maken. Maar toen hij was gezonken, toen hebben wij sensoren ontwikkeld. We noemen het de gele dop. Het zijn grote gele doppen, die zijn op de zijkanten van het schip geplaatst. En die kunnen dus meten of een bepaalde deinzing in het water is, waardoor de reddingswerkers of de bergers van het schip van tevoren al weten van, ik moet het schip nu verlaten, want het kan wel gevaarlijk worden. En anders moet iemand bijvoorbeeld op de uitkijk staan of, kun je het überhaupt niet meten overal van de afstand bepaalde deinzing is. Dus die elektronica hebben wij ervoor ontwikkeld. Ja, het is, dat is sensortechnologie. Ja. Oké. Okay. Hey, en dat, hoe moet ik me dat verder voorstellen? Hoe komen jullie überhaupt bij zo'n klus? Want dan zinkt een boot en dan bellen jullie eens die kant op naar Italië van, kunnen wij dat doen? Hoe moet we hebben techniek en nee, het is vaak echt klanten, de vraag komt van de klant. Er is al een partij die is al bezig in die sector. En die heeft normaal bepaalde apparatuur die wel dingen kunnen uitlezen. Maar die heeft dan zo'n specifieke vraag. Dat hij eigenlijk wil dat dat dingen automatisch gaan. En is dat überhaupt mogelijk? En kun je dit ook meten? En kun je dat ook meten? Kun je de temperatuur erbij meten? En dan gaan wij aan de slag voor die klant en maken we een stukje elektronica op maat. Oké, okay. Dus jullie plaatsen sensoren in apparaten.
En deze sensoren geven signalen af. Ja. En je kunt dan via het internet kun je dan bijhouden hoe het daarmee gaat. Of je kunt ze ook opdracht geven om iets te doen of iets te automatiseren. Ja, okay. Of juist met een ander apparaat te gaan praten. Dan heb ik het toch goed begrepen. Wel, hè? Gelukkig. Dat is wel goed, hoor. Oké, goed. Hey, en als we kijken naar Internet of Things in Groningen. Ja. Wat gebeurt er? Jij stuurde mij dit voorbeeld. Wat gebeurt daar? Nou ja, eigenlijk, dat tenminste zelf verbaasde me ook nog wel eens met Internet of Things. Je denkt het is een trend en langzaamaan dan gebeurt het wel een beetje om ons heen. En uiteindelijk komt het wel in Groningen. Maar eigenlijk waar je ook kijkt om je heen, zijn er altijd wel sensoren of dingen die bepaalde data bijhouden, verzamelen en doorspelen aan andere apparaten. Je hebt hier bijvoorbeeld de entree van de IKEA. Nou, ik denk dat iedereen er wel af en toe even langskomt voor de nodige dingen. En deze deur die is bijvoorbeeld ook voorzien van sensoren, die bijvoorbeeld bijhoudt van nou, hoeveel bezoekers komen er binnen. En die dat vervolgens direct kan koppelen aan het registratie- of aan het personeelssysteem. Van nou, tussen 4 en 6 is het misschien is het hartstikke druk. Even opschalen, zorgen dat er meer mensen aanwezig zijn. En uiteindelijk wordt het systeem zelf ook steeds slimmer. Dat die weet, oh, elke dinsdag tussen 4 en 3, ja hoor, check, er komen weer heel veel mensen binnen. Iemand anders erbij zetten. Oké, dus een sensor. En zit daar ook een camera bij? Is het ook een gezichtsherkenning of is het op een andere manier? Niet dat ik weet, nee. Dat weet ik niet. Nee, dat zit er niet in. Oké. Dus het feit dat dat wordt geregistreerd, kun je dus efficiënter werken? Ja, absoluut. Okay. Helder verhaal. En wat doen jullie hier ook in de zorg in het ziekenhuis, actief met Internet of Things? De opdrachten die wij zelf doen, is vaak op het gebied van bestaande apparaten in het ziekenhuis die voeren hun functie uit, zoals bijvoorbeeld baby's, dat die aan de beademing zitten, wanneer ze bijvoorbeeld nog in een couveuse liggen. Dus een apparaat is van zichzelf vaak al heel erg slim, dat die gewoon weet hoeveel toevoer er bijvoorbeeld moet komen. Maar om dus die terugkoppeling te krijgen, dus ook dat een systeem slimmer is, dan kan bijvoorbeeld een systeem wat we hebben gemaakt, dat die uitleest dat een kind zelf al een beetje kan ademen, waardoor die minder toevoer gaat geven. En uiteindelijk kan je dat als je als bezorgde ouders thuis zit, op je telefoon ook zien, oh, het gaat wat beter met mijn kindje. Hij is uiteindelijk al een beetje wat meer zelfstandig aan het ademen. Dus je kunt, zeg maar, terwijl je kind in het ziekenhuis ligt, kun je op je app, op je telefoon in principe zien, ja, in hoeverre hij of zij zelfstandig genoeg is om te ademen. Ja. Oké. En daarnaast ook als je bijvoorbeeld de intensive care hebt, nu in het UMCG in Groningen, een arts die daar werkt, die kan thuis ook even op zijn telefoon checken van, nou, wat is de status van persoon A of van persoon B? Want het is wel een beroep waarmee je echt met mensen werkt en ook meeleven met de gevoelens. En ja, is zoiets heel fijn om thuis ook even te kunnen checken. Dus kan naast de Voice of Holland kan hij even kijken hoe het met meneer Bramsma is. Ja. Oké, goed. Eliana, via Twitter, hè, heb ik ook een paar vragen. Als in de voorbeelden die jij nu noemt zijn vrij business to business. Dan heb je naast de tandenborstel ook voorbeelden waar wij allemaal mee te maken krijgen, volgens jou? Ja, nou dan moet ik het toch roepen, de aardbevingen bijvoorbeeld in de provincie. Ja. En mensen willen toch zelf dingen meten, want vaak, nou ja, zoals je nu denkt, nou, er wordt vaak dingen voor je gemeten. Net als hier bij de bezoekerssystemen of bij de deur, van ja, wil ik dat eigenlijk wel? Wil ik wel dat dat wordt gemeten en dat ik om 4 uur langskom? Maar zoals met de aardbevingen, er is heel veel informatie beschikbaar, maar mensen willen het zelf weten. Leg even uit wat jullie precies met Omnidots en de aardbevingen al doen. Dat is een hele goeie. Dan maakt het een stuk duidelijker, denk ik. Hier zien jullie allemaal sensoren. En wij hebben voor Omnidots hebben wij het stukje elektronica ontwikkeld, die dus trillingen en bewegingen in de woning kan meten. En dan niet voor een heel gebied, maar juist alleen op woningniveau. Want uiteindelijk willen we zelf graag weten wat gebeurt er met je eigen woning. En voor een groter gebied, dat is interessant daarbij, maar vooral wat gebeurt er met mijn eigen wanden. En nou ja, dat stukje elektronica hebben we gemaakt, waardoor je die in je meterkast kan inbouwen. En je hebt er eigenlijk geen last van, maar zelf heb je alleen inzicht in die gegevens. En dan wordt Internet of Things interessant. Dat het niet buiten je om gebeurt, omdat bijvoorbeeld een bedrijf daar heel veel behoefte aan heeft. Maar dat je zelf de grip erop heeft. En dat de gegevens alleen voor jou zijn. Je kunt zelf monitoren in hoeverre je huis getrild heeft en hoeveel. Ja. Heb je bijna geen app voor nodig? Nee. Oké, goed. Sorry, Stef. Grapje, hoor. Oké, hey, en Omnidots doet zie dat... Ik nog een vraag hiervoor, Rob. Leuk. Wacht even. Werken jullie alleen in opdracht of werken jullie ook open source? Moet je eerst even uitleggen, wat is open source? Ja, het is een hele andere avond, mensen. Je bedoelt ook dat wij gewoon ontwikkelen en dat andere mensen daar ook gebruik van kunnen maken met open source. Meestal ontwikkelen wij echt vraaggestuurd, juist omdat er geen bestaande elektronica is.
En dan maken we dus een opdracht van een klant. En dat kan een bedrijf zijn, maar dat kan ook gewoon een particulier zijn. Of iemand die denkt, ik heb een leuk idee. En met hebben jullie zin om even met ons te ontwikkelen? En dan kun je ook hele leuke samenwerkingen starten. Dus in die zin wel. Als wij ook denken, dit is leuk, hier zien wij een toekomst in. Ja. Misschien kun je dat voorbeeld vertellen, of misschien ook juist niet. Jij vertelde mij gisteren een voorbeeld. Ja, juist niet, denk okay, ik. Oké, goed. Nee. Oké, okay, dan doen we even, dan skippen we die eventjes. Maar je kunt mij wel vertellen over, hè, dat vond ik een heel duidelijk voorbeeld van hoe je met de cv-ketel of jullie doen er iets met Internet of Things wat heel veel rendement oplevert. Misschien kun je dat even vertellen. Nou, sowieso waar je nu eigenlijk voor de tv ook de hele tijd een beetje mee om de oren wordt geklapperd met meet hoeveel stroom je huis verbruikt. En hoe warm je verwarming is. En als je thuis of op het werk bent, kan ik het uitlezen? Kan ik alvast de verwarming wat lager zetten? Nou, dat is iets waar wij mee zijn begonnen. En eigenlijk vinden wij dat nu niks meer aan, omdat we wel zien wat voor andere dingen er allemaal mogelijk zijn op dat gebied. Maar voor jezelf in je eigen huishouding is dat heel tof. Ja. Dus de Nest die je van Essent krijgt is een kinderspel. Ja, voor ons wel. Ja. Dat is misschien een beetje raar, maar er is zoveel mogelijk. Ik bedoel, ik stond bijvoorbeeld vanochtend onder de douche en ik denk van ja, Internet of Things. Uiteindelijk, ik kijk tegen mijn douchegordijn aan. Die kan je ook op den duur voorzien van elektronica. Dat die zegt, nou, ik hang hier nu al te lang. Wordt het niet tijd om mij even te vervangen? Want, en je kijkt naar je shampoo en ik moet zelf voelen nu. Nou, is die bijna op of moet ik alweer een nieuwe kopen? Nou, uiteindelijk zit er gewoon een stukje elektronica in je shampoo. Ja. Die heeft al lang bij de Albert Heijn een nieuwe shampoo voor jou besteld. En die staat al lang in het voorraadkastje. Ja, dus maar heel veel dingen worden geautomatiseerd en makkelijk gemaakt. Ja, want dit zijn nu best wel huiselijke voorbeelden. Kunnen we even hier stil? Is het ook zo dat Internet of Things echt disruptive kan zijn voor sommige branches? Als in ziekenhuizen, hoe wij zorg verlenen. Er zijn wel mensen die zeggen van dit maakt eigenlijk dat de manier waarop wij dingen doen echt daadwerkelijk anders wordt. Ja, absoluut. Maar dat is nu ook de kunst met Internet of Things. Van, er zijn heel veel leuke hebben dingetjes van nou, dit is leuk en dat ik met elkaar kan communiceren. Alleen het moet op den duur wel geaccepteerd worden. En ik denk dat dat uiteindelijk pas kan als producten wat meer empathisch worden. Dus dat het niet meer domme producten zijn die zogenaamd beslissingen voor jou maken waarvan ze is verteld dat het goed is, maar dat ze ook afhankelijk van jouw humeur of echt het gebruik kan. Maar noem dan eens één product waarvan je zegt, binnen nu en een jaar of twee jaar is in Groningen product X gekoppeld aan Internet of Things en dat gaat nou echt het verschil maken of daar gaan we met z'n allen heel erg blij mee zijn. Of kan je zo'n product noemen? Ik wou dat ik dat wist, anders stond ik nu niet hier en was ik aan het ontwikkelen. Ja. Nee, maar zie je een stip aan de horizon waarvan je denkt, god, nou daar gaat iets gebeuren. Nou ja, ik denk vooral in de landbouw, wat je nu al vaak ziet. En ik had ook vanmiddag tegen jou of gisteren zo'n grapje gemaakt van, nou ja, uiteindelijk dan zaai je niet alleen maar zaadjes, maar je gooit gewoon een stukje elektronica bij. Die continu dan in de gaten houdt van nou, hoe het groeit en wat ermee gebeurt. En uiteindelijk als Internet of Things vanzelfsprekend wordt, van ja, tuurlijk gooi je er een stukje elektronica bij. Ik bedoel, hoezo doe je dat niet? Ja. Dan denk ik dat je echt iets hebt en dat het echt interessant is. Ja. Okay, wat we ook nodig hebben. Dit gebeurt in Hoogkerk. Ja. Kun je vertellen wat het is en wat jullie daarin doen? Wij hebben hier zelf niets mee gedaan. Helaas, maar het zijn 25 huishoudens die voorzien zichzelf van stroom en energie. Smart grid noemen ze het, geloof ik. En uiteindelijk als één persoon meer zonne-energie heeft opgewekt dan een ander, dan weet het systeem van oké, ik moet even naar de buurvrouw even wat toevoeren. Want die kan het nu beter gebruiken, waardoor je uiteindelijk met z'n allen zelfvoorzienend bent. Ja. In plaats van dat je het zelf houdt en alleen maar opstapelt, dan kun je er wat echt delen met z'n allen. Ja. Hey, en zijn er nog meer? Nee, we hebben nog een vraag uit de zaal, Antje? Want ik kan wel steeds vragen blijven stellen. Maar ja. Kijk. Dat komt erbij kijken. Wij doen vaak, het liefst doen wij de hele ontwikkeling. Dus echt van het ontwikkelen van de elektronica tot aan het stukje software wat erbij komt te zitten. En het stukje firmware wat je erop programmeert. Ik weet niet of die term bekend is. Dus die dus zegt wat de elektronica moet doen voordat je het programma gaat schrijven die het gaat doen. En eigenlijk het hele stukje kunnen wij doen. En ik ga anders stellen. De data die uit het systeem komt. Ja. Nou, dat is vaak aan de opdrachtgever. Die heeft een bepaald doel wat hij met zijn stukje elektronica wil. En als hij zegt het moet A doen, als B het geval is, dan kunnen wij het zo maken dat dat gebeurt.
Ja. Maar even heel kort gezegd, het aantal bezoekers monitoren bij de IKEA. Het is niet dat jullie dat binnenkrijgen en jullie iets met die data kunnen of... Nee, absoluut niet. Okay. En daar kun je ook beacons voor inzetten, hebben we net gehoord. Daar kun je weer beacons voor inzetten. Oké, goed. Nog een vraag uit de zaal? Ja, hier. Bewaken jullie onze privacy? Of maken jullie alles wat de opdrachtgever wil? Ja, ik zat al te wachten op die vraag. Dit vind ik een hele goede vraag. Hij zegt, ja. Bewaken jullie onze privacy of maak je alles wat de opdrachtgever wil? Ja, en dat is wel een punt wat direct met Internet of Things te maken heeft. Het is hartstikke leuk dat je alles kan meten. Maar wie bewaakt het en wie zorgt ervoor dat mijn gegevens bewaard blijven en dat er niet iemand anders denkt van, hey, dit is interessant, ik wil weten wat jouw koelkast bijvoorbeeld te vertellen heeft. En dat is nog een hele uitdaging, denk ik. En ik denk dat daar ook steeds meer bedrijven in komen op dat gebied en vooral ook in Groningen, om daar goed mee aan de slag te gaan om te kijken hoe kunnen we die privacy bewaken. Maar wat denk je zelf? Dat is vrij algemeen eigenlijk. Nou ja, net als dat je op je eigen computer een firewall hebt. Dat kun je ook gewoon doen bij de elektronica natuurlijk. We kunnen heel veel dingen inbouwen. Nee, maar een koelkastfabrikant belt jullie op. En die zegt van, wij willen dat jullie elektronica maken. Die meten zeg maar wat voor soort producten erin staan. Zodat wij een contract aan kunnen gaan met Albert Heijn. En zo. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, hey, maar wacht eens even. Dat is in je koelkast hoeft niemand te weten wat erin staat. Of zeggen jullie, wij bouwen dat gewoon blind. En, als jij dat wil, ja. Ja. Oké, volgende vraag. Volgende vraag. Dat is een ethische kwestie. Ja. Nee, maar dat is een goede vraag. Nou, we zijn er nog niet tegen aangelopen dat wij denken van, nou, dat kunnen we niet doen. Dat kun je niet meten. Kijk, vragen die wij krijgen zijn, kun je de waterstand meten? Bijvoorbeeld of er druk op de bodem plaatsvindt. Ja, prima. Dat kunnen we doen. Nee, helder. Oké, we hebben straks... De volgende is big data, dus je mag je privacy kruid nog even droog houden. Oké, goed. Oh. Als je kijkt naar LOFAR, kun je daar even een koppeling mee maken? Ja, nou, dat is iets wat in Groningen overal eigenlijk al staat op een aantal velden. Kun je even uitleggen wat het is en wat ze doen? Ja, het zijn eigenlijk een soort van PVC-buisjes, zo zullen we ze zien. Maar uiteindelijk houden die de grond in de gaten, het watergehalte erin. Dus kan de oogst hier goed op groeien of... Het is eigenlijk stiekem datum verzamelen van het land, van de grond waarop wij wonen. En volgens mij is het ook gewoon openlijk, inzichtelijk, de gegevens. Ja. Hey, je zei net leuk, ik vind het vooral heel leuk. Wat zou je zelf heel graag willen, als je nou jezelf een opdracht mag geven? Poeh, ja. Dat weet ik niet. Ik denk wel zo om... Nou, toch meer in de trend van het huishouden, dat je dat soort dingen niet hoeft te doen. Ik ontwijk het nu een ook, hele maar goede op de duur robot kom je die alles tegen. Schoonmaakt. Ja, nou ja, op kantoor hebben we ook gewoon een robot die maakt schoon, die zuigt stof en dergelijke. Dus daar ben ik wel voor, dat soort dingen. Hey, en even over wat is leuk. Kun je vertellen wat dit dan is? Ja, nou ja, je vroeg me van wat gaat er bijvoorbeeld veranderen in Groningen? Nou, het straatbeeld is nu ook wel van selfies maken, dat moet je allemaal doen. Maar dit is wel een leuke gadget die nu uiteindelijk op de markt komt. Dat is een bal, die gooi je heel hoog de lucht in. En die maakt dan een panorama shot, dus van je hele omgeving om je heen. Dus niet alleen dit shot, maar je kan uiteindelijk als je die foto's bekijkt ook zelf helemaal erin ronddraaien. En dan zie je dus als jij zelf die bal hebt opgegooid, van zie je jezelf zo staan van ik heb hem gegooid. Maar ook de hele omgeving. En het is niet meer dat je zoomt op één klein stukje, maar je gaat de hele wereld zien. Uiteindelijk kan die bal zelf al op Twitter gooien. En af en toe kunnen mensen gewoon even een balletje opgooien en... Zo worden we steeds bekender met Leuk. Wat er gebeurt in de wereld. En kunnen we het ook zien en in plaats van alleen markt? Cijfertjes dit, en nulletjes. Dit is al op de markt? Of is het een prototype? Nee, het is nu volgens mij net op de markt. Okay. Ja. Kost dat? Hoe heet het dan? 550 euro volgens mij. Hoeveel? Dus 550 euro. 550 euro? Ja. Ja, heel duur selfie. Selfiebal. Ja. De selfiebal. Is trouwens, zijn er ook iemand met een patatzaak? Want dat is wel een mooie naam voor een soort nieuwe bamiebal. Hey Gert, mooi. Oké, zijn dit via Twitter vragen? Nee, mensen zijn vrij zo stil. Dat komt je kan ook een beetje uit, je arm omhoog doen, denk ik. Okay. Je hand bedoel ik. Eén of twee vragen nog? Eenmaal? Nee, we hebben nooit zo braaf publiek. Het is gebeurd. Ja. Die gaat naar buiten toe. Ga even anders even staan. Wat leg het even uit? LOFAR. Jongen, daar het hoekje wil ook nog even vragen. Nou, sorry. Of is het een andere LOFAR? Nee, dit is een andere LOFAR dan die ik ken. Okay. Die echte bodem daar, die ook het grondwater... We hebben LOFAR 1 en LOFAR 2. Ja. We zoeken het even op.
Ja, nou, we hebben hier ook een vraag. Oké, nog een vraag, ja. Ja, hallo. Ja, ik vroeg me even af, ik vond het met die shampoo, dat vond ik wel een mooi voorbeeld ook. Ik dacht eerst, wat een onzin, hoezo zou je daar nou een chip of zo in zetten? Ja. Maar wel super handig ook, zeker als je het niet aan de buitenkant kan zien en je wil misschien wat op voorraad. Als je het nou doortrekt naar eigenlijk het vorige verhaal, als het gaat om on- en offline winkels. Ik kan me voorstellen dat je dat automatisch dan ook laat bestellen. Met nog een heel pakket erbij. Wat je dan één keer per maand binnenhaalt of krijgt bezorgd. Zoiets. En daar zou het helemaal heen kunnen gaan. Ja. En als het dan gaat om privacy. Vroeg ik mij af, in hoeverre zijn we ermee bezig? dat je juist adverteerders aantrekt. De shampoo is bijna op. Dat je dan allerlei aanbiedingen krijgt. Dat is toch juist eigenlijk positief, denk ik dan weer. Willen mensen dat eigenlijk niet? Of juist wel dus? Ja, nou, dat is mijn vraag. Ik denk dat we het stiekem wel willen. We zeggen nu van, we hebben geen zin in al die reclamefolders en dat soort dingen. Maar als er een stapeltje ligt, dan kijken we toch even in. Ja, natuurlijk als je een leuke aanbieding krijgt. Ja, dus ik denk als die maar in ieder geval gericht zijn op jou. En uiteindelijk worden die systemen zo slim dat ze ook wel weten wat je echt leuk vindt. En dan zal het heel interessant zijn, de aanbiedingen die je krijgt en de combinaties die je kan maken. En daar zijn jullie ook mee bezig? Als de klant het vraagt wel, ja. Oké. Dankjewel. Interessant. Oké. Beste mensen, het is tijd. Alvast even applaus voor Leander en ook voor Chris. Dankjewel.